Hoi, een klein stukje over een DHB Plus wekkerradio. Dit is Sander, radiospecialist van radiowinkel.com. Waar moet je nou op letten als je een DHB Plus wekkerradio zou willen? Heel veel mensen houden er niet van als het een... er valt een wekkerradio. Heel veel mensen houden er niet van als er een strooilicht in de slaapkamer zichtbaar is. Dus, als je dat ook hebt, let er even op dat het display goed dimbaar is in de standby modus. Vaak zijn displays in 3 standen of in 5 standen of traploos dimbaar. Maar je hebt wel te maken met dat zelfs in de kleinste stand het dimlicht nog behoorlijk fel zou kunnen zijn voor sommige mensen. Als je daar geen last van hebt, dan is het natuurlijk prima. Dan hoef je daar niet verder naar te kijken. Een ander punt is de antenne. De meeste wekkerradio's die ik ken, die wij hier ook hebben, zijn DHB Plus radio's met een draadantenne. Dat is vanuit de praktische overwegingen gedaan, zodat je dat een beetje handig kunt wegwerken. Maar het geeft niet altijd het beste DHB Plus ontvangst. Beter is een radio te kiezen met een telescoopantenne. Die zijn er niet veel, maar ze zijn er. Bijvoorbeeld deze Muze. Even kijken, hier heb ik een mooi beeld. Dat is een prima radio met telescoopantenne, groot display. Komen we gelijk aan het derde onderdeel, het display. Sommige zijn echt klein. Andere hebben een goed groot formaat letters, of cijfers moet ik zeggen. En dat is ook even handig om te checken. En verder zijn sommige wekkerradio's echt onpraktisch ingericht. Als je even heel snel met een slaperig hoofd je alarm wilt activeren. Dus kijk even naar welke radio's dat hebben of vragen naar bij mij of bij radiowinkel. De handigere wekkerradio's zijn bijvoorbeeld de Pure wekkerradio's die net gevallen is. Gelukkig zit die goed verpakt. Dat is bijvoorbeeld de Siesta serie, die is al heel lang bekend. Ze hebben net een aantal nieuwe types. De Siesta S2. Dat is echt een prima radio met knoppen aan de bovenkant. Goed helder display. Redelijk goed geluid. En... ja, makkelijk te bedienen. 2 alarmen heeft deze. Die hebben ook nog een Siesta Rise. Die heeft 3 alarmen. Die kun je dus op weekdagen, werkdagen, elke dag of eenmalig instellen. En dan allebei apart. Of alle 3 apart in het geval van de Rise. Nogmaals, de Muze is ook wel een interessant wekkerradiootje, vind ik. Vooral vanwege zijn telescoopantenne. Sta je er overigens niet blind op, in 8 van de 10 gevallen is de draadantenne ook prima hoor. Maar hou er rekening mee dat je hem wel eventjes omhoog moet brengen in de meeste gevallen. Dus met een punaise of ergens aan vastknopen, want anders ontvangt hij gewoon niet goed. DHB Plus is fijn als het werkt, dus je hebt mooi geluid, je hebt meer zenders en het is handig te bedienen, geen geruis en gekraak. Maar het is geen wondertechniek, dus ook daar heb je gewoon antenne voor nodig om goede ontvangst te garanderen. Het is een zendtechniek die ook gewoon door de ether gaat, net als bij FM. Nou, hopelijk heb je wat opgestoken van deze korte wekkerradio, DHB Plus wekkerradio tips. En succes en tot ziens eventueel bij radiowinkel.com.